De studio heeft allemaal synthesizers om zich heen. Een microfoon, een banjo. Ik kan het je wel even laten horen, hoor. Radio 2. Goedemorgen, pantenvelletje. Kan niet inloggen. Oh, computerproblemen. Ik zeg wel welkom, maar volgens mij ben ik helemaal niet welkom. We zijn er weer met de Koen en Sander Show tot 10 uur op Joe. Het is vaak een attribuut in een slaapkamer. Daar belanden vaak je kleren die te schoon zijn voor de was, maar te vies zijn om weer in de kast te hangen. Waar belanden die op? Bij mij heet dat een stoel. Dat is inderdaad, Koen, de stoel. Ja. Ik zit hallo? In de interview. Ja, hallo, met mij en mijn broer. Ja, ja jongens, sorry, ik zit heel even in een telefoongesprek. Ja, ja. We gaan even schakelen. Als het goed is, hebben we aan de telefoon de leiders waar het allemaal over ging de afgelopen maanden. Meneer Omtzigt, mevrouw Van der Plas, mevrouw Jazielkens. Ja, massa, thank you. And obviously really sticking with us, especially in these last few months where your support is really crucial on the line. So it's an amazing Celtic day, and let's get ready now for next week. Be loud, be proud, and we'll do everything we can to get you another trophy. Yeah! Het is wel mooi. We waren in de voorjaarsvakantie, was ik met de directrice een aantal dingen ook aan het opruimen. Ja, ja, ja. Game against Rangers was really close, obviously in circumstances that weren't great, so it'd be good to have the fans back behind us. We've been much more settled, but the game at Ibrox should really give us the fire that we need to go out on Sunday and do the job that we need to do. Just keep building on the performances that we can put in, because as much as I think they've been good, I still think we can be much better. Hi Celtic fans, thank you for your support this season. We couldn't have done it without you. This is for you. Let's do it. Yes!